En het bruidspaar van het live huwelijk op 31 december is weer aanwezig. En een applaus. Hier zijn Patty en Vincent. Gebeuren, dan gaan jullie trouwen. Alles is geregeld. En vorige week kregen wij de bruiloftskaart kregen wij te zien. Die hebben jullie gemaakt. Ja, laten maken. Laten maken voor jullie vrienden en familie. Mm-hmm. Maar omdat 31 december wij allemaal mogen kijken, zijn we natuurlijk ook allemaal, heel Nederland wat gaat kijken op 31 december, is natuurlijk ook vriend en familie van jullie. Maar die hebben jullie geen kaart gestuurd. Nee. Elke bruiloft begint met bruiloft. Dus we hebben voor jou speciaal hebben we de kaart, hebben we iets groter gemaakt. Laat maar komen, jongens, de kaart. Voor heel Nederland. Dit is de kaart van Patty en Vincent. Lieve familie en vrienden, graag willen we dat jullie erbij zijn. De plechtigheid vindt plaats in Almere, Studio C van Paul de Leeuw, onze locatie. Over het tijdstip kunnen we nog niets vertellen. Dat volgt telefonisch nog. De dresscode, winterse kleuren, met name bruin, geen wit. Moeten we allemaal ondergescheten op die bruiloft gaan komen, bruin. Waarom is dat dan voor bruin gekozen, Patty? Nou, dat past mooi. Bruin. Ja. Ze moeten allemaal in, dus als u kaarten heeft voor oud en nieuw, dat voor mij is bijna uitgekomen, er zijn nog kaarten. We gaan ook namelijk het World Guinness Book Record of van gourmetten gaan we even breken. Dus we beginnen om 7:30 al met gourmetten. We proberen dat te verbreken. Het staat geloof ik op 450. We gaan met 500 man gaan we gourmetten buiten. En dan proberen we dat World Guinness Book te halen met dat doen we ook allemaal met oud en nieuw. En we hebben nog zoveel, mensen die hebben vragen gesteld. We willen allemaal meedoen aan de bruiloft. Zullen we een aantal binnenhalen? Ja, is goed. Een aantal mensen komen nu binnen die allemaal zullen doen voor de bruiloft van Patty en Vincent. Laat maar komen, ja. Ik hoor dat er weer nieuwe Duracell-batterijen in zijn. Hallo dames, het zijn allemaal dames. We hebben ongelooflijk veel aanvragen, maar dit zijn echt dingen waar we echt iets mee kunnen. Patty en Vincent gaan trouwen op 1 december. En we beginnen met Gazelle. Gazelle? Gazelle. Gazelle. Ja. En jij hebt taartjes. Ja. Leuk. En wat wil je aanbieden? Taartjes. Ja, nee, maar je had een hele leuke mail geschreven met een gerichte vraag. Mag ik? Mag ik jullie bruidstaart maken? Ja, van mij wel. Nou, fijn. Ja. Tuurlijk. Ik zou op zijn minst vragen... Wil je misschien proeven? Nou, sorry, maar er is één iemand die daar goedkeuring voor geeft. Dan ben ik dat gaan we... Nou, dat gaat lekker. Ik flik het gewoon al van de tafel af. Ja, proeven! Sorry. Nee, sorry. Ik kan ook helemaal niet gooien. God, ik denk dat ik een hetero ben, maar ik ben helemaal geen hetero. Ik gooi wel... Vangen! Hier zit wat spul nog op. Doe nog een proef of het lekker is. Ja, het smaakt heerlijk, Gazelle. Zegt u? Eén likje, meneer. Eén likje. Denk aan je lijn. Eén likje. Jezus, ik word zo gedemoniseerd. Is het lekker, hoor. Is het lekker? Ja. Hoe ga je hem dan maken? Hoeveel mensen ga je maken? Voor zoveel als nodig is. 500. Wij zorgen voor wat extra spullen wat je kunt kopen. Is goed. Dus er komt een bruidschap van 500 man. En Arienne, de meisje wat last heeft van een eetziekte, u heeft het misschien wel gezien, die komt speciaal de taart opbrengen. Zeg, het gaat heel goed met, ze heeft 1,5 kilo bijgekomen de afgelopen weken. En we waren gevraagd of zij dan de taart wil opbrengen die jij gaat maken, speciaal voor het bruidspaar Vincent en Patty. Oké. Okay. Graag gedaan. Mevrouw, met een naaimandje, komt u maar even deze kant op. Naaimandje, u bedoelt een naaicontainer, bedoelt u? Ja, de naaicontainer. Wat is uw naam en wat biedt u ons aan? Nou, ik bied aan om voor het bruidspaar, als ze dat willen uiteraard, een ringkussen te maken. Een ringkussen? Een ringkussen. En dat is waar je de ringen op presenteert. Ja, dan noem je het geen ringkussen. En eigenlijk hoort een bruidsmeisje dat dus ook te brengen. Dus ik ben bruidscouturier, dus ik dacht ik maak gelijk de kleding voor het bruidsmeisje. Ja, we hebben een bruidsmeisje in de aanbieding en die hebben we kunnen kopen op marktplaats.nl. Ja. Wie wordt het bruidsmeisje? Ja. Ja, maar ja, wie wordt het bruidsmeisje? Ja, Vincent's nichtje willen we heel graag als bruidsmeisje. Hoe heet ze? Lea. Lea Kempen, ja. Oké. Okay. Maar dan heb je hier nog een meisje staan. Mm-hmm. En dan moeten we even aandacht voor vragen. Misschien moeten we het even... Ontzettend lief dat je het doet. Heb je ook voorbeelden van bruidsjurkjes? Ja, ik heb al getekend. Voor hun? Voor Lea? Ja, voor de kleine.
Voor de kleine. Oh, oh, wat fantastisch. Wat geweldig. Oh, 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 dit is zo emotioneel. En dan komt ze terug in de kleine. Oh, wat fantastisch. Dit is zo maar. En loop even die kant, alsjeblieft. Met je moeder. Met je moeder. Hallo. Hallo. Zeg even je bent. Ik ben Sophie. Sophie. En dit is de moeder. Ik ben Caroline. Hoi. Caroline en Sophie hebben een vraag aan jullie. Mm-hmm. Caroline, begin jij maar. Dan probeer ik het af te maken. Oké. Okay. Nou, wij hebben inderdaad een vraag. Sophie wil heel graag bruidsmeisje zijn. Maar helaas is bij ons iedereen al getrouwd in de familie. En onze vrienden en kennissen ook. En de buurvrouw is onlangs getrouwd een jaar terug. Maar toen, die zei nee. Kutwijf. En... Is nog steeds de buurvrouw? Zeker. Ja, dan blijft een kut bij normaal. Als je nog zo'n leuke meid hebt, dan had ze al een andere buurvrouw. Ze had al een andere buurvrouw. Okay, sorry, sorry. Hoe heet de buurvrouw? Nancy. Ja, sorry, Nancy. Maar wij dachten om jullie bruiloft helemaal af te maken, wilden wij ons aanbieden als bruidsmeisje. Kunnen we moeilijk nee tegen zeggen, toch? Nee, maar ik vraag nee, want het is namelijk zo. Dat is ook mooi, want jij bent wel bruidsmeisje geweest op je zevende. Daar heb je heel vaak over verteld. Ja. Tegen Sophie. En Sophie ging elke avond naar bed en zei dan van... Mama, wanneer word ik bruidsmeisje? En toen zei je altijd, nou, ik weet dat buurvrouw Nancy gaat trouwen. Dus... En toen zei Sophie, zei toen... Oh, mijn allermooiste wens zou zijn als ik bruidsmeisje zou zijn van de buurvrouw. En al die jaren ben je altijd lief geweest tegen buurvrouw Nancy. En opeens ging Nancy trouwen. En we wisten niet dat ze ging trouwen. We wisten het niet, hè? Nee, dat ze ging trouwen. Dat wisten we ook ze hield het niet, gewoon heel erg stil, omdat ze namelijk haar niet als bruidsmeisje wilde hebben. Dus mijn vraag is, mogen Sophie en natuurlijk Caroline ook graag bruidsmeisje zijn, samen met haar dochter? Ja, is leuk. Ja, is leuk. Ja. Zo is dat. Nodigen we Nancy uit? Ja, dat kan. Ja. Zeg, het is een ladystad. Dat is gewoon helemaal de verkeerde zaal. Zit ze uit en iemand er eentje te vieren, dan wil je heel veel plezier hebben. Dan wordt het geen leuke buurvrouw meer. Nee, dan gaat hij lekker verhuizen. Nee, wij worden veel te mooi. Nee, dat doen we. Mogen zij bruidsmeisje worden allebei samen met Lea? Ja. Ja, is het geen probleem? Jullie heel makkelijk, hè? Sophie, hoor eens. Je wordt bruidsmeisje. Ik heb de jurk al gezien, kom maar. Dat wordt je bruidje. Oh, dat is een hele andere jurken. Ja, sorry. Oh, je hebt je hele oeuvre meegenomen, zie ik. Dat mag, hè? Ach, wat mooi. Sophie, dit krijg je aan. Nee. Niet verklappen, je mag het nog niet zien. Je mag niet kijken. Nee. Of vind je het niet leuk, uiteindelijk? Jawel. Ja, tuurlijk. Jullie hadden een enorme ruzie. Nee. Ik zou wel een discussie hebben. Jullie gaan gewoon gaan lekker die kant op bespreken. Gewoon die jurken. We zien elkaar 1 december. Okay. Bruidsmeisje, bruidsmeisje. En Lea, jij bent ook bruidsmeisje. Moet dan zijn, Lea is wel het belangrijkste bruidsmeisje. En dan ben jij bruidsmeisje 2 en jij bent bruidsmeisje 3. En niet voor die andere bruidsmeisjes gaan staan, want dan zien jullie de kleine bruidsmeisjes niet. En jij bedankt voor het maken, ga je die kant op bespreken. En jij heel erg bedankt, Glacel, voor het maken van de bruidstaart. Heel erg bedankt. Hebben we nog een leuk cadeau voor je? We hebben namelijk een bruidsauto voor je aangeboden. Laat de bruidsauto maar komen! Deze auto is ons gewoon aangeboden door meneer Frans van der Wijk. En meneer Frans van der Wijk is vanmorgen om 10 uur vertrokken, want hij rijdt maar 80 km per uur. En hij woont in Scandinavië, in Finland. In het bekende plaatsje Pohjanmaa. Nee, want waar komt hij vandaan? Zal ik even uitstappen? Ja, tuurlijk. Dat gaat ook heel makkelijk uitstappen, kan je heel makkelijk. Meneer van Wijk, u zei gelijk, u zag het op tv vorige week. U dacht, ik wil mijn bruidsauto aanbieden aan dit geweldig gelukkige bruidspaar. Dat klopt. En waar woont u? In Gieten. In Gieten, dan moest u vanmorgen echt vroeg weg. Kwart over 9. Ja, kwart over 9. Het is nu 9:15 al en u hebt het uiteindelijk kunnen vinden. Ja. U hebt er bijna 12 uur over gedaan. Want ontzettend fijn dat u op tijd bent gekomen. Ja, er stond een harde wind namelijk. Tot een hele harde wind, ja. U bent ook teruggeplaatst, hè. Want u ging zo... U ging in Gieten Noord, u ging eerst naar Gieten Zuid. En toen kon u weer vooruit. Kennen we een paar mensen die helpen nog... Ja, die hebben heel veel mensen geduwd. U hebt ook, ik zie ook dat helemaal geen vloer in zit. Zo'n soort Flintstone bruidsauto is het. Maar wat is nou het leuke aan deze auto? Want hij ziet er fantastisch uit. Het is een deusje voor, I think. Ja, dat klopt. Het is een hele bijzondere uitvoering. Ja, het is een Belgische uitvoering. Het is een
Het is een hele zeldzame. Er zijn ongeveer 3 van nog in Nederland. Heeft allerlei features. Allemaal luxe artikelen met robberies en luxe stuur. En een hele luxe benzinemeter in de tank. Een luxe benzinemeter in de tank? Wat is er niet mooier om te gaan trouwen met een luxe benzinemeter in een tank? Dit is fantastisch! Maar het is een hele bijzondere uitvoering. En ik wou hem graag aanbieden als trouwauto. Als trouweend dus. Als trouweend. Nou, hadden jullie zoiets, hadden een andere auto in gedachten? Je mag weigeren, hoor. Dan gaat hij weer terug naar Gieten. Is hij daar morgenochtend tijdens Buitenhof mee dan? Ik heb echt eigenlijk helemaal... Niet over nagedacht? Nou, over dat onderdeel niet, nee. Nee, want wij denken nu voor jou, hè? Ja, dat meen ik. We hebben alles voor je geregeld. Ja. Zelfs met welk wijf je 's nachts naar bed gaat. Ja. Nee, zij niet. Een ander, zij is doodop. We hebben een bassist uit Zwolle voor je gewonnen. Ja. Fantastisch, meneer. Want u gaat nu terug met de trein, want we laten deze auto staan tot 1 december als ze ja zeggen. Ja, dat klopt. En u had 1 eis. Hij moest helemaal afgedekt worden, hè? Ja, dat klopt. Ja, want ik ben er wel heel zuinig op. Ja, dat weten we. Ja. Wij ook. Ja. Dat ook, we hebben het wel morgen even uitgeleend voor het nieuwe programma Ter Land, Ter Zee en in de Lucht. Maar voor de rest doen we niks mee. Oké. Het begint toch met die ouderwetse leuke man te worden. Wat gaan we doen? Wil je hem hebben of niet? Het is hartstikke leuk. Ja, lachen, er zo 3 bruidsmeiden in. Jullie kunnen er zelf in. Leuk, man. Het is super zo, dus een nieuwe tankmeter hebben we hierin. Meneer Van Wijk, ik ben u daar heel erg dankbaar voor. Nou, heb je blikjes gedaan. Ook bij u die we dan achter de auto doen? Blikjes? Volgens mij is alles te organiseren. Ja. Maar die heb je niet zelf bij. Ik heb hem niet bij me. Nee, ik heb geen speciale blikjes. Nou, en ook weer regeling ik me gehaald, want we hebben namelijk meneer Gerrit van der Krol. Meneer Gerrit van der Krol. Ja. Hallo, komt u even deze kant op als u wilt. Meneer Van der Krol heeft al wekenlang een vraag aan ons. En eigenlijk kunnen we hem dankbaar gebruiken. Meneer Van der Krol, u hebt een... Dag, hallo. U bent gepensioneerd leraar, geloof ik? Ja, klopt. Ik heb 40 jaar in het onderwijs gezeten. Maar u ziet er helemaal niet gepensioneerd uit. Nee, ja, ik ben 65 sinds kort, dus ik moet wat gaan doen. Ja, maar dan ziet u nog niet uit als een gepensioneerde leraar. Nee, ja, maar het is wel zo. Maar u hebt iets in uw hoofd, en wat u in uw hoofd hebt, hebben we niet in uw kont zitten? Nee, vertel, precies. U wil iets doen voor het milieu. Nou, de eerste dag dat ik in de fut was, ik denk, wat zal ik nu toch gaan doen? Nou, ik ging wandelen. En dan dat is altijd leuk. Als je in de fut zit, gelijk even lekker gaan wandelen. En mijn hobby was fotograferen. Ik denk, ga lekker fotograferen onderweg. Ach, het leven heb je toch gehad, naar de fut. En dan kom ik al die blikjes en flesjes en toestanden op de grond. Rond heer Hugo Waard. Link, in de Noord. In de Noord, ja. En dan kom je al die blikjes tegen. En dan vind ik dat allemaal hier langs de weg. En dan neem ik dat mee. Mijn vrouw zei, je bent hartstikke gek dat je dat doet. En dan kwam ik thuis en dan ging ik dat bestellen. En dan stuurde ik dat per e-mail met foto naar de gemeente toe. En dan zei ik, gemeente, wat doen jullie eraan? Ja. Maar, ja, toen ben ik in Amerika geweest, een tijdje later. Ook lopend. En met vliegtuig een beetje. En toen zag ik dat mensen daar stukken weg geadopteerd hadden. En dat ben ik nu in de Noord aan het doen. U wilt dat wegen worden geadopteerd door mensen... Ja, stukken weg geadopteerd. Die dan zorgen dat dat blikjes vrij wordt gemaakt. Juist. Maar daar hebben we u gevraagd voor het volgende. U hebt dat in, maar we gaan het ook op de site zetten. Op de Lieve Paul site of op paaldeleeuw.tv-site. Kunt u alles lezen over deze actie. Ik begreep ook per 1 januari 2010 gaat Jacqueline Kramer beginnen. Onze minister van Vrom. Die gaat nu beginnen met een actie dat ook inderdaad de gescheiden afval... waar ook blikjes en flesjes bij horen. Ja. Maar het is een project wat nog een lange tijd gaat duren. Maar mijn vraag aan u is, zou u de komende 3-4 weken alle blikjes die u vindt willen verzamelen, die dan uiteindelijk achter de wagen van meneer... Dat lijkt me een geweldig idee. Dan rijden jullie weg met enorm veel blikjes. Ja. En dan moet je er eerst langs een glascontainer om al die blikjes daarin te doen. En dan mogen jullie naar het hotel. Een goed idee. Dan hebben we dat geregeld. U gaat blikjes vangen. Ja, dat had je beter eerder kunnen zeggen. Want kijk, ik heb nu dit jaar... heb ik dus al 2013 blikjes bij elkaar verzameld. Dat is fantastisch. Maar die willen we niet hebben. U gaat opnieuw blikjes... want dat is allemaal voor de fut. En nu gaat u gewoon dat doen. En nu gaan we allemaal achter u... is dat een goed idee? Nou, ik weet niet hoe hard hij dan nog wil lopen, maar ik lijkt me... Ja. Ik denk dat er... Kijk, 4 keer zoveel wordt het dan. Nee, 6 keer zoveel. Oh, 6 keer zoveel. Ja, je bent in de fut, dus je ziet hartstikke gezondheid. Ja, wordt flink ingehaald. Ja. Loop even die kant op, ga je even met elkaar bespreken hoe dat moet. Ja. En u krijgt van mij het geld voor de bus terug naar Gieten. En heel erg bedankt voor deze geweldige wagen en voor deze geweldige actie van de bliksem. Geef een hartelijk applaus, onze heren. Gaat die kant op. Ja, op die weg. Want, wij lopen nu al enorm uit, hè. We lopen enorm uit. Ik heb namelijk iets anders voor jullie, want ik heb het een paar weken geleden aangeboden om jullie te gaan trouwen. Maar daar moest ik voor beëdigd worden. Dus afgelopen woensdag ben ik beëdigd als bijzondere ambtenaar van de burgerlijke stand. Eng. Paul-Henri de Leeuw. Ja, heel erg waar. Wilt u gaan staan?
Je hoeft niets na te zeggen. Ik zal het oplezen en daarna hoeft u uitsluitend te zeggen, dat beloof ik. Ik beloof dat ik de betrekking van ambtenaar van de burgerlijke stand met eerlijkheid en nauwkeurigheid zal vervullen. Dat ik voorts tot het verkrijgen van mijn aanstelling, middelijk, nog onmiddellijk, onder enige naam of voorwendsel, aan iemand iets heb gegeven of beloofd. En dat ik, om iets in deze betrekking te doen of te laten, van niemand enige belofte of geschenken zal aannemen, middelijk of onmiddellijk. En dan mag ik nu zeggen, dat beloof ik. Dat beloof ik. Fantastisch. Dan mag ik u nu feliciteren met uw benoeming tot Babs, heb ik begrepen. Babs? Babs wordt dat in de volksmond genoemd. Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. En u mag nu weer gaan. Dank u wel. Nog een prettige dag. Hetzelfde gewenst. Ja, ik ben de Babs! Tot 2 januari, mag ik het doen. Ja, heel leuk. 1.